31 halve marathons in één maand lopen om geld op te halen voor het Haags Dierencentrum. Goed. De Haagse Tristan Turner is deze bizarre uitdaging aangegaan en dat gaat hem niet in de koude kleren zitten. Ja, ik heb een beetje pijn in mijn knieën, mijn rechterknie, ja, waarschijnlijk. Maar ja, met een beetje rust, een beetje ibuprofen, dan alles komt goed. Eén halve marathon is voor veel mensen al een hele uitdaging. Maar Tristan gaat wel heel ver om te laten zien dat hij het Haags Dierencentrum steunt. Voor mij is het Haags Dierencentrum een mooi, echt belangrijke organisatie. Ik heb zelfs twee katten uit het Haags Dierencentrum. En ik wil graag iets terug te geven. Maar was één marathon dan niet voldoende? Nee, ik ben een beetje gek en ik denk het is meer, meer aandacht om een doel als 31 marathonen dan één. Tristan heeft zijn eerste mijlpaal al bereikt. Het geld om een incubator voor de interne kliniek aan te schaffen is al binnen. Dus tijd om te stoppen, zou je zeggen. Nee, the sky's the limit en we zullen zien hoeveel kan opgehaald. Dag in dag uit 21,1 kilometer lopen wordt op een gegeven moment wel een beetje eentonig. Het is een beetje saai. Maar het is ook een goede doel. En ik denk, ik doe het voor de beestjes. En muziek helpt. En dat komt goed. Wil jij Tristan helpen en geld doneren? Ga dan naar haagsdierencentrum.nl.